Maar ik weet dat zij ook dikwijls heel, heel, heel teleurgesteld was in de wereld en hoe dan mensen zijn. En ik kon nooit zo ver gaan als dat zij is gegaan, denk ik. Maar ik heb er ooit in een van die donkere momenten die zij toen ook moed gehad hebben, heb ik Sweet Happy Girl geschreven. Ik zou het graag willen opdragen aan Sophie. En ik hoop dat ze luistert van aan de andere kant en dat is het wel veel beter. Sophie, toi. Yeah.
Ha, ha, ha!